Lode Sijsens van CD&V, welkom. Het wolvenplan is verfijnd in welke zin? Wel, in die zin dat wij aan de minister gevraagd hebben om verder actie te ondernemen. Ik wil even verwijzen, begin verleden jaar, toen de wolf zijn intrede deed in onze regio, heb ik hier in dit parlement ook al verwittigd. Ik zeg, kijk, heel veel mensen waren daar enthousiast over, maar dit kan ook nadelige effecten met zich meebrengen. Als we daar niet klaar voor zijn om die op te vangen, dan zou het draagvlak voor die wolf wel eens heel snel kunnen verdwijnen. Daar is toen onmiddellijk een wolvenplan opgesteld door minister Schouwvliegen. Een van de belangrijke maatregelen daarin bijvoorbeeld was dat dieren die gedood worden door de wolf, dat die vergoed worden. Ondertussen moeten we wel zeggen dat de laatste weken, vooral in de stad Peren, de gemeente Oudsbergen, dat daar zoveel wolvenaanvallen geweest zijn. Ja, deze week nog 3 alpaca's. Ja, inderdaad, dat begint een beetje de pan uit te swingen. En ook de mensen van de Agentschap Natuur en Bos zeggen zelf terecht van kijk, we moeten dit tegengaan, want als die wolf zich blijft voeden met schapen, dan gaat hij op het laatste zich niet meer voeden in het wild. Hè. Vergelijk een beetje met de mens die ofwel de frituur binnen kan gaan om daar een frietje af te halen, ofwel zelf zijn aardappelen uit de grond moet halen, zijn frieten snijden en bakken. Ja, dus die reden is een pak moeilijker. Maar die wolf moet zich alleszins terug gaan focussen op dat wild, want anders blijft dit aanhouden. En dit is natuurlijk niet het fenomeen dat we willen hebben. Ja, en welke beslissing is dan genomen? Ik denk dan aan de afrastering. Ja, we hebben gevraagd aan minister Koen van den Heuvel om snel maatregelen te nemen. Hij heeft er eigenlijk ook heel erg snel op ingespeeld. Een maatregel uitgevaardigd dat in dit gebied de schapenhouders die hun weides wolfproof maken, dat is een investering natuurlijk, dat 80% van die investering terugbetaald wordt. En bijkomend, we hadden daar ook achter gevraagd, in Duitsland op een experiment met halsbanden. Dat gaan we ook op starten. Hoe werkt dat precies? Een schaap krijgt een halsband om, dat kan 1 of meerdere schapen in een kudde zijn. Dat is verbonden met de hartslag en vanaf het moment dat dat schaap een paniekaanval krijgt, hè, die wolf die opduikt, gaat die halsband een ultrasoon geluid uitzenden, een zeer hoge frequentie, wat die wolf absoluut niet kan verdragen. Dus ook dat pilootproject gaat opgestart worden. U sprak over schapen. Geldt het enkel voor schapen en geen schade voor bijvoorbeeld aan koeien of runderen? Wel, dit gaat over alle dieren. Hè? Dus ook andere dieren zouden vergoed worden. Nu laat ons hopen dat het beperkt blijft tot de schaapachtigen, want die alpaca's zijn dat ook nog wel. En dat dat niet gaat uitdijnen naar andere diersoorten. Maar dus wel enkel dieren, geen schade aan goederen of zo, dat wordt niet terugbetaald. Ik denk ook niet dat dat meteen realistisch is. Het gaat altijd gaan over schade aan dieren. En de voorbeelden uit het buitenland leren tot op dit moment dat dat ook nog altijd voornamelijk wel schapen zijn die dan slachtoffer zijn. We spreken over een wolvenplan. Wordt dat houdt het enkel de wolf in of geldt het ook voor dieren als de steenmarter of bijvoorbeeld in uw gemeente Oudsbergen? Heeft u ook heel veel last van everzwijnen? Ja, dat gaat natuurlijk wel over een andere problematiek. Everzwijn is een bejaagbare soort. Daar is het probleem vandaag vooral de overpopulatie. Dat die dieren inderdaad ganse akkerrandes omwoelen. Maar ook op de natuur zelf, hè, bijvoorbeeld op de kleine fauna, heeft dat een heel erg negatief effect. En daar moeten dieren bejaagd worden. Voor de wolf kan dat in dit geval dus niet. En moet er ook een heel duidelijke schadeloosstelling zijn die in dit plan voorzien is. Ja, en dat gaat uitsluitend over de wolf dus. Ja, en wat betreft die schade, hoe bepaalt men eigenlijk de waarde van de dier? Want als een wolf nu bijvoorbeeld een kip doodbijt, dan wel een lammetje of een schaap. Dat heeft een heel andere waarde. Ja, daar gaat men kijken naar de marktprijs en kan er eventueel ook nog rekening gehouden worden met bijkomende waarden omwille van het feit dat dat een dier is uit een bepaald stamboek of dergelijke meer. Ja. En zit er ook een limiet op de terugbetaling door de overheid? Daar zit geen limiet op. Die worden op dit moment integraal terugbetaald. Maar ik denk dat vooral onze voornaamste doelstelling moet zijn dat we ervoor gaan zorgen dat er minder schadegevallen zijn in de toekomst. Want dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Nogmaals, ik denk dat er weinig mensen er iets tegen hebben als er een wolf is die in het wild leeft en ook in het wild jaagt. En als daar occasioneel dan eens een schaap op het menu staat,
met Pasen bijvoorbeeld, dan denk ik, ja goed, dan is dat die schadeloosstelling voorzien. Maar nu ziet het eruit naar uit dat die wolf eigenlijk een beetje uit het wild komt, dat hij naar de hoeves toe trekt en dat hij zich gaat voeden met schapen. En dat kan absoluut niet de bedoeling zijn. Nee, die moet opnieuw gaan jagen in het wild. Ik neem aan dat u heel tevreden bent dat uw partijgenoot en minister snel maatregelen heeft genomen. Heel belangrijk dat er snel maatregelen genomen worden, maar ook heel belangrijk dat we dit verder opvolgen, want ik kan u toch meegeven dat de ongerustheid op het terrein erg groot is. Oké, goed. Dankjewel, Lode Sijsters. Graag gedaan. Dit was Studio Commissie. Kijk morgen zeker om 14:00 voor Studio Vlaams Parlement, live vanuit de Koepelzaal voor het Vragenuurtje. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.